Het derde Decent Work Country-programma is vandaag ondertekend voor een periode van 3 jaar. De ondertekening is gedaan in tripartiet verband tussen de vakorganisaties, het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken, AWJ, en de internationale arbeidsorganisatie, ILO. Met het ondertekenen van de overeenkomst wordt nog meer inhoud gegeven aan de doelstelling van de regering voor economische en sociale ontwikkeling in Suriname. Verder aan het bewerkstelligen van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, als ook het bestrijden van armoede en het bevorderen van fatsoenlijk werk. Volgens AWJ-minister Stephen McAndrew is Suriname het enige land in Zuid-Amerika met 3 Decent Work Country-programma's. En zoals eerder aangegeven, hebben we continu getracht om nieuwe Decent Work programma's te stoelen op voorgaande. Ik zie hier minister, ex-minister Michael Miskin, die in 2015 het sein gaf middels de ondertekening van het eerste Decent Work Country programma. Het was de heer Miskin die in principe opdracht gaf om te beginnen met een Decent Work Country programma toen hij minister van Arbeid was. Ik zie ook de heer Welzijn, die toen een van de ondertekenaars was namens de VSB. En ik zie nog talrijke comrades die toen ook hebben getekend, wat in principe een zekere mate van stabiliteit aangeeft in de vakbeweging. En dat is goed, want er kan voortgeborduurd worden op de lessen die we hebben geleerd van voorgaande Decent Work Country programma's, om ervoor te zorgen dat wat nu nodig is in de huidige omstandigheden dan vervat kan worden in het nieuw programma. Volgens Glenn Pirou, voorzitter van de monitoringscommissie Decent Work Country Program, heeft het programma 4 pilaren die het succes moeten waarborgen. Het programma is zodanig in elkaar gezet dat er garanties zijn ingebouwd opdat niemand wordt achtergelaten en er naar een ieder wordt omgekeken. Kleine ondernemers, micro-ondernemers, werknemers in verschillende categorieën, mannen en vrouwen, maar ook jonge mensen. Dat is de eerste pilaar en de tweede is arbeidsstandaarden, arbeidswetgeving, arbeidsrechten. En zeker in dit kader ook belangrijk, de commitment van ons aan internationale standaarden. Aan ILO-verdragen onder andere. En dan hebben we de derde pilaar, sociale bescherming. Waar we voornamelijk denken aan voorzieningen. Die onlosmakelijk verbonden zijn aan productiviteit, hè? Productiviteit, waaraan ook aandacht is besteed in het programma. En heel belangrijk is ook sociaal dialoog, tripartisme, inspraak en democratie. Het derde Decent Work Country programma 2023-2026 is een partnerschap tussen de ILO enerzijds en de Surinaamse overheid in samenwerking met het bedrijfsleven en de vakbeweging anderzijds.